Voetballen, vooruit doen, kom maar, dieper. Staan! Binnenkant! Ajoep uit Afkier, 2-1 gewonnen bij Odin. Nou ja, je was heel belangrijk vandaag voor de doelpunten. Kun je even beschrijven hoe jij de 1-1 maakte en hoe de 1-2 werd voorbereid? Nou, eerlijk gezegd was een moeilijke wedstrijd. Je weet als we tegen Odin 1-0 achter staan dat het heel lastig is om de andere goals te maken. Maar gelukkig met hard werken en knokken kwamen we er één keer doorheen. Een mooie opening van Bert. En ik zocht de 1-1 en ik zag een gaatje vrij en ik prikte hem erin. Bij 1-2 hoorde ik dat je was gewoon vermoeid, je zat er eigenlijk doorheen. Ja, doorheen. Ik kreeg kramp tijdens die actie, dus met mijn laatste energie en kracht probeerde ik hem erin te schieten. Maar gelukkig dat David zo alert is, die hem even erin knalt. Ja, wat hebben jullie in de rust tegen elkaar gezegd? Want 1-achtige Odin is vaak dodelijk, hè? Ja, we hebben gewoon tegen elkaar gezegd dat we blijven moeten voetballen, alles geven en niet afhaken. Want je weet, als we eventjes niet opletten tegen Odin met een counterploeg, dat het anders kan aflopen. Maar gelukkig was iedereen scherp en sterk in de duels. Wat betekent dat voor de komende weken, deze 3 punten? Nou, dat is een mooie resultaat is voor de andere weken. En deze lijn doortrekken eigenlijk. Een beetje pech gehad de 2 weken daarvoor. Maar gelukkig kunnen we nu de lijn doortrekken en op naar een andere volgende 3 punten. Krijgt het wel lekker warm, want het is nog steeds koud. Ja, zeker. Gefeliciteerd, jongen. Dankjewel, man.